Bij de ontmanteling van een hennepkwekerij in Stijl bij Tegelen troffen politieagenten vrijdagmiddag een aantal explosieven en wapens aan. Daarop werden de omgeving van de woning afgezet. De man en een vrouw die het pand hadden gehuurd zijn opgepakt door de politie. De bewoners van 5 huizen in de omgeving werden uit het huis gehaald. Medewerkers van de EOD zijn vervolgens het huis binnengegaan om te kijken of er sprake was van een gevaarlijke situatie. Ook zouden er 5 hunden in de woning hebben gezeten, die zijn opgevangen door de dierenambulance. Bij het maken van dit nieuwsitem was er nog niet meer informatie beschikbaar.